Een brand in de Grote Hoogstraat in Leeuwarden zorgde zaterdagavond voor de nodige commotie. De brand was vlak bij de kelders, waar een maand geleden een heel grote brand woedde en een man om het leven kwam. De Grote Hoogstraat is min of meer een zijstraat van de kelders. Zaterdagavond ontstond de brand in een wasdroger bij een wasserette. Boven de wasserette is een studentenpand gevestigd. De studenten wisten allemaal tijdig hun woningen te verlaten. De brandweer forceerde de deur en kon de brand snel blussen. De wasserij liep rook- en waterschade op. De schade in het studentenpand bleef beperkt.